Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Hatsen van de 4. Voor aflevering zijn we hier gebleven van bij, nou ja, de geallieerden in Engeland. In Engeland, nee. In Europa een beetje aan het vallen zijn, één voor één. Langzaam maar zeker. En ja, deze aflevering is het eindelijk waarschijnlijk zover dat we in ieder geval de kans krijgen om Duitsland proberen te gaan aanvallen. Jezus. Goede Nederlandse zin ook. Want we hebben natuurlijk ook nog wel wat available war calls. Greater German Reich. Ik kan het nu al doen, maar dat doe ik niet. Ook al heb ik mijn war support al hoog. Volgens mij iets van, ja, 100%. Ik wil het nog wat hoger hebben. Het is socialist. Ja, want het is niet hetgene wat ik nodig heb. En dan krijg ik ook wel meer political power mee. Dat laat ik zitten. Dat is ook allemaal wel goed. Ja, dit is gewoon prima. Ja, dan gaat Denemarken. Ik vind het nog knap dat Nederland, België, Luxemburg nog overleven zijn. En het overleven zijn. Even kijken. Mijn troepen die staan ook nog een beetje hier. Vanwege de dreigende kans dat Finland nogal een vijand wordt. Jezus, ik kan gewoon niet uit het woord. Dus. En natuurlijk nog een beetje troepen hier. Zit Japan al in de Axis? Oh nee! Hij is in zijn eigen factie gegaan. Dat kan goed. Veel goeds betekenen. Maar voor de zekerheid laten we hem daar, want je weet het nooit. Oh. Sea of Okhotsk. Nou, dit is geen zee. Dat is gewoon een stuk land. Dat is elkaar een voet toe. Ik dacht zo van, oh, Frankrijk zal nu wel gevallen zijn. Nee, eigenlijk nog niet. Nog best wel knap hoor. Ik denk niet dat het zo lang weer gaat duren hoor. Waar was ik mee bezig? Ah ja, deze kant op. Met political power, dat kunnen we ook wel goed gebruiken. Gelukkig hoeft Duitsland maar één front. Of ja, twee fronten in principe. Als je Griekenland erbij telt, dan je toch al bij kapot is. Dan kan natuurlijk ook Italië. Even kijken, zitten jullie toevallig in de next in? Francisco Franco. Nope. Oké, okay, dit zijn een beetje de factions. Ik ga denk ik eventjes Turkije boosten dat hij ook een ally van mij wordt. In ieder geval in onze faction. Daar kunnen we in ieder geval nog een front openen via Bulgarije en Griekenland. Een gedeelte. Dat lijkt me nog wel verstandig. Kom op zeg. Zullen jullie dan eerst voor elkaar krijgen om Luxemburg kapot te maken? Hoe gaan jullie beide al überhaupt kapot maken? Als ik nu met de oorlog mee ga doen, dan is het sowieso gewonnen. Maar ik wacht het nog gewoon lekker even af. Ik heb nog heel wat constructies die ik nog moet. En het lijkt me ook niet echt goed om deze drie landjes aan te vallen. Want de war tension is op 100%. Duurt al lang. Het is ook volgens mij de enige oorlog, ja. Ja. Waar vindt het eigenlijk nu de Greater German Reich? Het is wel gewoon steeds de German Reich hoor. Even onze relaties wat verbeteren. Die staan nogal behoorlijk laag.
denk dat als Griekenland valt, dat ze alles een beetje... Of, ja, een van deze twee moet gaan vallen als eerste. Voordat de kans pas groot is dat de rest ook valt. Dus in de tussentijd blijf ik gewoon lekker wachten. Of dat het de oorlog verklaart wordt door Duitsland. Maar dan heeft hij een grote fout gemaakt. Kan ik hem nu alvast vertellen. Zit daar in dit gebied. Amerika en zo. Ik denk dat ik maar eens deze kant op ga. Dat we toch met hun oorlog gaan voeren. Kan ik beter gelijk dat doen. Of onze national unity is niet echt zo hoog. Dus ik ben jou dan eigenlijk, Benito. Volgens mij heb je nog wel een betere opinie. Ja. Ik wil nog een kopje thee, iets in die richting. Dit duurt een beetje lang. In ieder geval kan ik mijn verdediging in ieder geval tot de maximaalste even een beetje zetten. Oh ja, wacht, hier hebben we natuurlijk ook nog ruimte voor naval dockyards en zo. Laat ik daarna maar gewoon heel wat militaire factories gaan maken. Gewoon in het meer noordelijke gebied. Zo ongeveer en dan... Mooi. Tot dan dit bij. Gaat het langzaam hierheen. Zo, ongeveer. Ja, lijkt me wel goed. Die gebieden, daar kan ik beter gewoon een beetje opbouwen. Even artillery upgrade. Oké, de artillery is in ieder geval goed. En die air, nee, niet, dat lijkt me niet handig. Strategic bomber. Jij gaat... Ja, dat heb ik al. Nee. Weet je wat? Ik ga gewoon alvast wat... Oh ja, kijk. Dit is nou precies wat ik bedoel. Ik moet er in ieder geval alvast regelen om atoombommen te fixen. Hoe? Jullie waren zo dicht bij Parijs en nu zijn jullie al zo ver... Ja, dat is een schande van... Tuurlijk is het ook weer Italië, hè? Het is altijd weer Italië. Italië krijgt dat wel weer voor elkaar. We moeten echt richting de atoombommenkant gaan. Nederland, wat de fuck ben je nou weer aan het doen? Oh, nu gaan ze Zwitserland aanvallen. Ja, goed idee. Prachtig. Nog een front te openen. Zoals Nederland is gewoon in dit gebied al. Jezus. Ja, en als dit Rijnland en Moezeland zijn, ja, dan... Hebben ze gewoon de meeste fabrieken, dan is het gewoon over. En uit met de pret. Dus ik ben er nu ook een beetje mee gaan bemoeien, dan... Ja, dan kun je wel verwachten dat het helemaal fout gaat.
wel entiteitsie tussen zitten. Ja, maar alsnog heb ik ze op voorraad. Oké, ik vind het goed. Ah, bye. Oké, nee. Ik denk dat Duitsland een beetje hulp nodig heeft. Ja, Afrika Korps, ja, daar heb je nu wat aan. Heel Afrika die ligt toch plat. Oh, behalve dit blokje dan. Maar dit gebeurt nooit dat Duitsland zo slecht is. Ze zijn best Hongarije überhaupt. Ik vind dit gewoon helemaal waardeloos. Nou, de Moskou-linie is in ieder geval bijna af. En als ze daar ook nog met mij oorlog gaat doen, dat is echt fucked. Even onze relatie zal wat verbeteren. Maar kom op, hoe Italië? Ik had echt meer een uitdaging verwacht dan dit. Dat is van, oh, dan heb ik wat meer moeite zo dadelijk zeker mee. Maar zoals het nu blijkt is Italië zoals mogelijk weer een gigantische faalhaas. Oké, ze zijn dus communistisch? Hoe? Hoe in de hel? Maakt het maar uit. Nee. Eigenlijk niet. Ja, ik vind het helemaal prima. Hebben we nog een volt erbij? Misschien moet ik ze dan maar met de oorlog mee gaan bemoeien. Misschien vandaag, misschien morgen. Of ja, morgen ja. Zo, dat is ook klaar. Kijk, de tekst die wordt nogal geregeld. Capital ships. Work in progress. Duitsland, Italië, jullie faal. Dus daar ben ik even bomwerpers aan het regelen. De fighters eigenlijk op binnenkort even aanpassen. Hoeveel divisies heeft Italië dan? Maximaal 168. En alsnog krijgt hij het voor elkaar te verliezen.
Oké, ze hebben in ieder geval een puntje van Zwitserland. Dat gaat waarschijnlijk niet helpen. Nee, dat doe ik de morgen. Behalve ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat ik het leuk vond. Geef like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.